We hadden een koningslied, toen weer niet en nu weer wel. En het blijft gewoon het lied van John Ewing. Dat we volgende week dinsdag op 30 april met z'n allen voor de nieuwe koning gaan zingen. De meningen die zijn er een beetje over verdeeld. Ewing trok het lied zoals je weet terug nadat hij persoonlijk werd aangevallen. Bijvoorbeeld op Twitter. Ophef om een lied dus, dat koningslied. Maar ik heb een stuk of 90 soortgelijke liedjes op internet gezien. Waar dan een stuk minder over te doen was. Eén daarvan, dat is dit nummer. Dat heeft een beetje een woerdenstintje. Gaan we even een stukje luisteren. Philip, what koning, Philip? Philip, what koning, Philip? Zo klinkt het in het land. Het staat ook in de krant. Ik zing met rauwe stemmen, gitaar, want ik ben muzikant. Ja, als je een vaste luisteraar van de Week van Streek bent, dan herkende je hem vast al. Torres Blues, de maker van het lied, is bij ons in de studio. Torres, goedenavond. Een hele goede avond. Ja, je hebt al verschillende liedjes om verschillende redenen gemaakt. Onder meer dat rood-wit-blauw vorig jaar in het nummer van Johnny Hogerland. Dat werd dan een internethit tijdens de Tour de France 2 jaar geleden. Ja. En dan nu dit lied. Waar komt het idee in eerste instantie vandaan? Ja, en vergeet Juichen in de Koel niet. Hè? Ja, precies. Maar dat is van je... Hoor. Ja, daar hebben we natuurlijk in het programma uitgebreid over gehad. Dus, ja. Nee, dat eind februari toen, ik weet niet of het toen al speelde, maar toen dacht ik bij mezelf, het is wel leuk om eens iets te gaan maken voor Koninginnedag, of Koningsdag gaat het heten voortaan. En toen kwam het oude liedje van Willem wordt wakker, dat is een liedje uit de jaren 60. En dat is nog eens een keer de wijs van het melodietje van Wake Up Little Susie. En toen dacht ik, nou ja, dat is een inkoppertje. Willem wordt wakker, Willem wordt koning. Dus je maakt er een tekst op, gewoon zoals ik altijd liedjes maak op YouTube en filmpjes. En nou blijkt de laatste anderhalve week plotseling dat hij nu op 75.000 weergaven staat. Hoeveel zei je? 75.000. 75.000. Ja, dan kan je dus spreken van een hit volgens mij. Nou, dat kunnen we wel zeggen, ja. Ja, daar ben ik ook heel trots op. Want het is dus meer bekeken dan het lied over Johnny Hogerland nu al. Ja, ja. Johnny Hogerland staat op 66. Ja, weet je, hij is natuurlijk vorig jaar is hij niet de held geworden die we dachten dat hij zou worden in de Tour de France. Mm-hmm. Dit jaar gaat het waarschijnlijk weer wel lukken, want gisteren reed hij al in de kopgroep rond voor een man die dus volgens mij. Dus die ga je ook weer afstoffen dat liedje. Ja, zeg dat. Ja. Maar ja, wat er nu met het kijk met het echte koningslied is gebeurd, daar liften de andere liedjes allemaal een beetje in mee. Kijk, mijn liedje is geen koningslied, het is gewoon een lied voor de koning en het is gewoon een leuk liedje en meer is het ook niet. En als het dan zo gewaardeerd wordt, want ik krijg heel veel mailtjes elke dag, wel minstens 10 of zo, van mensen die het leuk vinden. Ook wel een enkele die zegt, dit is helemaal shit. Nou, dat mag best worden, vind ik prima. Ja. Maar dan blijkt dus dat we daar allemaal met z'n allen in meeliften. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, maar denk je dat mensen nu ook op zoek zijn naar een alternatief voor dat officiële koningslied? Nou, de mensen die het afkraken, die kennen we onderhand wel. Ik denk dat we ook allemaal een beetje positief moeten kijken naar het originele koningslied. Kijk, het zanggedeelte, het is een beetje traag, maar er is niks mis mee. Maar het rapgedeelte, dat is lastig om mee te zingen. Ja. En dat maakt het een beetje warrig, vind ik. Ja. En een Nederlandicus die zich over de tekst heeft gebogen bij Paul Witteman, ik moest ontzettend lachen hoe hij het uitlegde. Kijk, natuurlijk parkeert de verhaal in die tekst dal, als je het zo bekijkt. Maar ja, elk liedje heeft soms hupjes en sprongetjes. Dat doe ik ook. Dat is nou de dichterlijke vrijheid van een liedjesmaker. Dus volgens mij moeten we daar iets moeilijk over doen. En gewoon zeggen, weet je wel, met z'n allen leuke dachten van maken en alle liedjes zijn goed. Dus het is voor jou goed als niet jouw lied wordt gezongen, maar het officiële lied, daar ben je dan mee akkoord? Ja, dat vind ik prima natuurlijk. Kijk, maar ik vind het leuk als blijkt dat ik thuis zit in mijn studiootje en ik maak iets. En een paar weken later wordt het zo gewaardeerd door heel veel mensen. Hè? Dat blijkt dus aan de weergaves. Dan ben ik alweer helemaal tevreden, want ik zit in mijn stoel en ik steed op. Want van de week was het op één dag was die 22.000 keer gedraaid. Dus dan zit ik in mijn stoel thuis voor 22.000 mensen optreden. Zo zie ik het. Ja. Ja, misschien simpel gezegd, maar dat is wel leuk om dat te weten hoor. Dus geen reden voor jou geweest om het lied terug te trekken? Nee. Nee, het is gewoon een leuk liedje. Dat vind ik zelf ook. Anders zou ik het nooit op YouTube zetten. En zou ik het ook niet zo maken. Want ik maak alleen maar een liedje waarvan ik zelf denk van dat ik erachter kan staan. En of een ander het dan waardeert, dat zal dan blijken. En soms is het helemaal niks. Want soms blijft het op 10 hangen. En soms op 100 of op 2000. Maar deze doet het goed. Ja, je had er nog een. Die heb ik ook van je gekregen. Dat is dan voor de wederhelft van... Het loflied op Maxima. Het loflied op Maxima. Ook even een stukje. Maxima, het stuk van Nederland. Maak het leven minder zwaar. Maxima, beroof je bijna van verstand. En dat alles komt door haar. Ja, en
enzovoorts. Het lied dus voor Maxima, loflied. Torres, vind je dat er in de aanloop naar die Koningsdag, naar 30 april, dat er een beetje te weinig aandacht voor haar is? Nou ja, ik denk dat ze op zich al aandacht genoeg krijgen, omdat het toch een hele mooie, prachtige en fantastisch leuk mens is. En dus wat dat betreft hoeft ze daar helemaal geen moeite voor te doen. En, maar ja, het gaat natuurlijk in feite om de koning. Hè? We krijgen een nieuwe koning. Ja. En dat die dus daarin de eerste plaats krijgt, ja, dat snap ik wel. En wat het liedje wat je net hoorde, een stukje ervan. Ja, er wordt heel veel ophef gemaakt over dat het feit dat John Eubanks stukjes muziek steelt. Ja, dit is voor mij is ook gestolen. Het is gewoon brandend zand hoor. Ja, heb jij een handje van, hè? Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, als je dan een liedje maakt wat mensen misschien een beetje lekker mee kunnen zingen, en je hebt een melodie al die mensen kennen, dan ben je al heel hand natuurlijk, hè? Ja. Dus dan moeten we ook niet... Kijk, ik vind muziek, hè, dat meen ik echt, muziek is voor ons allemaal. En je mag het allemaal gebruiken van... Ik stuur ook mensen liedjes gewoon op, vind ik allemaal prima. En zeggen ze, wat kost het? Het kost niks. Nee, het kost alleen moeite om het te maken. Maar voor de rest, joh, doe je ding ermee, weet je wel. Noah, de koffie, stagiair, weerman in dat soort zaken. Goedenavond, je bent aangeschoven. Wat vind jij ervan? Ja, joh, zeg maar de koffiestagiair ben je. Ja. De koffiestagiair. En intussen wil je nog een bakkie? Nog weer, nee. Ja, intussen doe ik ook nog een beetje het weer, voor als ik me verveel. Ja, dan nee. Mag je ook nog je mening geven over die twee koningsliederen. Ja, nou ja, over die twee koningsliederen. Ja, ik heb er eigenlijk zelf vrij weinig van meegekregen. Ja, eigenlijk alleen de negativiteit eromheen. Ja. Maar wat ik hoor is dat Willem wordt koning 75.000 keer is bekeken. Ja, dan, en daar positieve reacties op komen. Ja, dan denk ik dat je toch wel iets leuks neerzet. En eigenlijk gewoon iets toevoegt. Ja, toevoegt aan... Ja, aan ja. Hoe noemen ze dat eigenlijk? Is het nou Kroningsdag, Koninginnedag of ja, het Koningsdag? Is dus niet echt, wat ik heb begrepen is het niet echt een Kroningsdag omdat hij geen kroon krijgt. Maar het is wel zeg maar de overdracht van het geheel. Maar laten we het gewoon Koningsdag vanaf volgend jaar dan noemen. Ja, in 30 april gewoon een mooie dag. Laten we het gewoon een mooie dag noemen. Ja, inhuldiging. Ja. Een mooie dag. Zeg Torres, zullen we gewoon het hele nummer gaan draaien? Ik zou hem er maar in knallen, Willem wordt koning, weer niet. Wil jij hem aankondigen? Is dit de officiële première van dat prachtige koningslied van... Nou, beste mensen, ik zou zeggen, kijk op YouTube bij Willem wordt koning. En dat wordt gespeeld en gezongen door Torres Blues. En hier wordt hij live gedraaid door Jannik Eeling in Radio RPL FM. Een van de beste radiostations in Midden-Nederland. Je mag op zich van mij nog wel een beetje meegallen, maar dat vond ik altijd zo leuk. Willem wordt koning, Willem. Willem wordt koning, Willem. Zo klinkt het in het land, het staat ook in de krant. Ik zing met rauwe stem en gitaar, want ik ben muzikant. Toe Willem wordt koning, toe Willem wordt koning, toe Willem wordt koning. En Willem wordt koning, 30 april. Allemaal veel plezier namens Torres Blues en Radio RPL FM hier in Woerden. Ja, Torres, dankjewel. Ik vond het... Graag gedaan. Laten we even applaudisseren. Yeah! Een fantastisch nummer. Ja, Torres, dankjewel. Ga je dinsdag nog iets doen? Of moet je optreden met dit nummer? Of, ik ga in Woerden kijken en ik ga in Kokengen kijken. Want daar speelt een bandje, Popehead. Daar speelt een bassist die ik heel goed ken, Ludo. En daar ga ik even bij kijken. Nou, fantastisch. In Kokengen. Heel veel plezier. Jij ook, jullie en dankjewel. Ook. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Okido. Hoi. Hoi.